Vandaag was en is het vooral een gevecht met de hitte. We staan nu op de parking van de abdij van Maritsu, maar door het aangekondigde onweer wilde ik niet in de schaduw onder een boom staan, zodat het in de kamper bakken en braden is, nadat we het kookpunt al bijna bereikt hadden tijdens onze wandeling. Voor het eerst in onze 14-jarige kampercarrière vulden we onze watervoorraad bij aan een kraantje op een begraafplaats. Zo kunnen we vanavond eens genieten van een douche. Op weg naar Froumier reed ik ons bijna vast in Gerpin. Het kwam aan op enkele centimeters, maar ik kon ons nest net voorbij een slecht geparkeerde ambulance loodsen. Tijdens de fietstocht naar Maritsu opperde Sabrina dat ze de route even mooi vond als de wandeling gisteren. Een opmerking die ik kan beamen. Oké, de eerste 8 kilometer waren onze gravelrit van vandaag, maar we worden dit stilletjes aan ook gewoon. Maar toen draaiden we een ravel op, zodat we 8 kilometer mooi asfalt onder de wielen kregen, zonder veel hoogte- of laagtemeters. In Maredre verlieten we de linie 150A om te passeren voorbij de abdij van Maredre, waar de nonnen hun inkomsten verkrijgen via de verkoop van kaarsen, terwijl hun mannelijke collega's in Maritsu dit doen met bier en kaas. Je mag eens raden wie de meeste omzet draait. De nonnetjes bezochten we vele jaren geleden. Morgen zijn de paters aan de beurt. We vertrokken te voet terug om 21:15. Op zich was het geen lastige wandeling vandaag, 22 kilometer lang, met minder bos dan de voorbije 3 dagen, maar laat het nu net de koelte van de bossen zijn die we vandaag gewild hadden. We kregen wel gevarieerde graanvelden te zien met tarwe, rogge en misschien ook haver, maar dat wisten we niet zeker. De pikdorsers waren overal naarstig aan het werk. Tegen 4 uur bereikten we onze camper. Die stond te blaken in de zon bij de kerk van Saint-Adèle in José, dus veel verkoeling viel er daar niet te rapen. Intussen leerde onze meteo-app dat het pas rond 8 uur vanavond zal regenen zonder onweer. Morgen maken we er een rustdag van om daarna nog 2 dagen te stappen.